dat er niet meer in zat. Nee, nou, ik schat het ongeveer op een 275 meter. Dat is natte vingerwerk. Maar goede prestatie, Jan. Het ijs was een beetje aan de stroeve kant aan het worden. Heb je altijd. Als je in de derde serie zit natuurlijk, ja, kun je niks aan doen. Winnaar is in ieder geval wel geworden. Geert Kuiper met 316 meter en 65 centimeter. Daar komen ze, de finalisten. Uitglijden zo lang mogelijk op één schaats. Zo Geert, dat was niet mis. Jij hebt fabelachtig gestreden. 316 meter en 65 centimeter. Jij bent Nederlands recordhouder. Van harte vast. Dank wel. Echt heel groots. Hilbert, kom er eens even bij. Het viel toch iets tegen, hè? Ja, de laatste de beste, hè? Nou ja. Maar wij hebben het ontdekt, hè, waar het geheim zit van Geert. Want, Geert, je mag even op me steunen. Aerodynamische schaatsen, u ziet het hier. De veter, die wordt met klittenband weggewerkt. En zo vestig je een nieuw Nederlands record. Ja, dat scheelt minstens 50 meter, denk ik. Ja. Dus ik ben toch blij dat er nog fabrikanten ingesprongen zijn om dat eerste de beste record maar wat scherp zien te stellen. Ja. Het is gelukt, hoor, jongen. Goed materiaal. Van harte gefeliciteerd. Dank. Hier is je trofee. Overige kernploegleden, ik wens jullie heel veel succes bij de komende Europese en wereldkampioenschappen. Bedankt voor het meedoen. Dit is de Tiger Mod. Het is het oudste nog vliegende vliegtuig in Nederland. Het is 45 jaar oud en speciaal in de eerste de beste zijn we aan het vliegen. Het vliegtuig wordt bestuurd door Jack. En Jack, die is piloot bij de stichting Vliegsport in Gilsrijen. En daar vliegen we nu naartoe. ...45 jaar geleden werd de Tiger Mod voor militaire doeleinden gebruikt. Wat wordt er precies mee gedaan? Ja, het was het vliegtuig, zoals dat heette, van de elementaire opleiding. Dat wil zeggen dus de allereerste vlieglessen die een leerling, die medisch en psychotechnisch goedgekeurd was, de allereerste vlieglessen werden op een Tiger Mod gegeven. En daarna ging men dus naar andere types over. Kun jij nog herinneren dat je zelf die lessen volgde? Nou, het was voor mij een droom. En als ik er nu in stap, is het nog precies hetzelfde als de allereerste keer. Het is elke keer een groot avontuur. Dus geweldig, geweldig. Ik kan me voorstellen. En ik heb ook begrepen dat er maar een paar piloten zijn in Nederland die daarmee mogen vliegen. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Dit toestel is van bouwjaar 1939, dus zeg maar 45 jaar. En we hebben hier met elkaar door de jaren heen de zaak gerestaureerd met z'n allen. Zowel de motor als het airframe als de propeller. En wij zijn inderdaad maar met een paar mensen nog die dus dit ding kunnen bevliegen. Ik heb ook gezien dat er vooraan dat er opstapjes zitten om dan op die motor te komen. En is dat uiteindelijk bedoeld om dat ding te vullen, die benzinetank? Ja. Ja. Want dit is allemaal een heel teer spulletje. Ja, dat zijn dus inderdaad van die inkepingjes gemaakt daar aan die andere voorkant waar je dus met je tenen voeten in kunt. Je kruipt dus hier helemaal voor op de motor op. En dan is het met kannen, jerrycannen, is het dus gewoon met een trechtertje is het benzine bijvullen. Dus het allemaal nog lekker ouderwets met de hand. Ja. Zet Jack, even iets over de besturing. Deze kabels, dat heeft met de besturing te maken? Ja. En die lopen buitenom, waarom is dat? Nou, het is gewoon zeg maar de constructie van de Tiger Mod is eigenlijk 1932. Ja. Daar is men gestart met. En die jaren waren dus zeg maar praktisch alle vliegtuigen nog op het systeem gebouwd van de Eerste Wereldoorlog. Dat was gewoon zoals het heette met draadjes en linnen aan elkaar. En dat is hier ook nog. Hoe lang hebben jullie erover gedaan, Jack, om deze Tiger Mod helemaal onderdeeltje voor onderdeeltje gerestaureerd de lucht in te krijgen? Ja, dat is dus over drie dingen heen gegaan. Dus het airframe wil ik zeggen. Dus de romp en de vleugels, de motor en de propeller. En die hebben we met stukjes een beetje ook nog bij elkaar moeten zoeken aan originele onderdelen. En ja, ik denk dat we daar, ik kan het niet precies meer zeggen, maar een jaar of 4, 5 over gedaan hebben. Als je achterin zit, Jack, dan bedenk ik wel eens een beetje van ja, hoe is het mogelijk dat die mannen destijds die dingen konden vliegen en dan nog wel
voor militaire doeleinden. Maar daarnet vroeg ik me af, met al die simpele metertjes, het ziet er zo eenvoudig uit. Je hebt hier dus de stuurknuppel. Hier heb je een hendel voor de klappen voor aan de vleugel. Aan deze kant zit de gashendel. Nou, dit is de hoogtemeter. Hier heb je de snelheidsmeter. Dit is het kompas om een koersje te vliegen. En dit is je toerenteller met je oliedrukmetertje. In Nederland voor het laatst een elfstedentocht werd gereden. Maar goed, een programma als de eerste de beste, daar moet toch alles mogelijk zijn. Wel nu vanavond voor het eerst in de geschiedenis een mini elfstedentocht. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door de recordhouder van de snelste elfstedentocht destijds, Jane van den Berg. Jane van den Berg heeft een schitterende baan voor ons ontworpen en met medewerking van 20 SEALS-medewerkers hebben we die baan weten aan te leggen.